Yo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. En vandaag laat ik jullie de rugzakken in Mindtopia zien. Ja jongens, we zitten hier weer in het ministerie van Justitie en Veiligheid. We komen zo wel even op de pakjes, op de rugzakken. Maar nu laat ik jullie eerst even wat zien. We hebben nu ook een agentenpakje. Laat maar even weten in de comments of jullie dit ook willen weten. Of ik daar een tutorial van moet maken. Volgens mij niet heel moeilijk. Maar deze hebben we dus, die komen er allemaal in. Al met al jongens, ik ga ook even heel snel iets vertellen. Er komt weer een soort van 2.0 aan. Dus ja, wees er gewoon een beetje klaar voor. Er komt er dus een 2.0 aan. Laat het even vooropstellen. Er komen veel betere dingen aan. Dus het wordt er gewoon allemaal beter. Hebben we hier het hoofdagent Atlanta setje. Deze is non-enchant, alleen deze is enchant. Deze is eigenlijk de goede, zeg maar. Dus daar hebben we een normaal agentpakje en hier de enchanted. En dan hebben we hier de gewenste CIA werknemers set. Dan hebben we hier de CIA agent en de gewenste expat CIA. Sick pakje eigenlijk wel. Als we hier naar rechts gaan, hebben we hier de bouwbedrijfpakjes. Dus al met al hebben we ook allemaal pakjes weer gefixt. Burgemeesterpakjes, dus voor alle burgemeesters. Dan hebben we hier een random chestplate. En we hebben hier de minister Financiën, minister Economie. Op zich gewoon goede setjes. En ja, het is ook wel chill dat je daar aan het pakje gewoon kunt zien een beetje. Dan hebben we hier eigenlijk gewoon alle dingen, alle pakjes. En hier nog een keer alle pakjes. Dan hebben we hier nog de Blue Boots natuurlijk en de Ice Boots. Als je de video nog niet hebt gezien, ga even naar mijn kanaal en check die ook gewoon hoe je die moet maken. Dan hebben we hier nog Dino. En dan hebben we hier nog een random kleren. Oké, dan gaan we eigenlijk door naar waar jullie eigenlijk op zitten te wachten. De Mindtopia rugzakken. Ik ga de chest openen. En dan zien jullie ze. De Mindtopia rugzakken. Wij zijn volgens mij de eerste Mindtopia server. Van alle fake Mindtopia's. Die deze rugzakken hebben. Wij gaan ze even pakken. Hier. Een koffer. Duffy Games rugzak. Een GameStat rugzak. Mindtopia rugzak. DDG. Op zich. Ja, het zijn gewoon 5 zieke items. Een koffer bijvoorbeeld. Een rugzak als ik... die moet je natuurlijk op je hoofd doen. Ik doe ze vaak in het echt. Kijk, en als ik mijn Elytra dan even afdoe. Zie je gewoon, het beukt een heel klein beetje. Maar kijk hoe ziek dat staat. Of een... wat zullen we doen? We pakken een DDG. Slash head. Kijk hoe ziek als je dan daarmee loopt. Gewoon door straat en dan heb je een mooie rugzak. Of gewoon... een mooi koffertje in je hand. Krijgt als je op zaken gaat of zo, neem je koffer gewoon even mee, loop je mooi over straat. Het is gewoon geweldig. Het maakt gewoon dik real life nog meer eigenlijk. Dus jongens, dit is eigenlijk de eerste deel. Even kijken of ik nog meer had. Nee, dat was Blue Boots. Maar jongens, dit zijn de koffers, alle rugzakken die er eigenlijk zijn. En jullie vragen jullie natuurlijk af, werken ze? Rechtermuisknop, linkermuisknop, rechtermuisknop, nee. En er is iemand die nu ermee bezig is voor ons. Dus alleen voor ons. Dus wie weet worden wij gewoon weer de eerste met Mindtopia die de rugzakken ook werkend hebben. Fake dan. Maar jongens, zijn jullie nog hyped? En de volgende video zal gaan over dat ze werkend worden. En misschien ook dan gelijk de tutorial erin hoe je ze moet maken. En misschien nog een video, dan de volgende, de laatste is dan een tutorial. Maar jongens, ik wil als jullie echt massaal die likes droppen, misschien komt zo snel mogelijk wel een video hoe je deze maakt. Dus drop massaal even die likes. Het is wel chill dat we ze al hebben. We zijn gewoon de eerste in alle fake Mindtopia servers. Super nice, jongens, bedankt voor het kijken. Drop de like, join de server en later.